Hey Google, hoeveel graden is het buiten? De huidige temperatuur in Den Helder is 20 graden. Ik heb de Travemeri klaar. Die rits was stuk. Ja, deze niet. De andere rits die ik eruit moet tornen. Just to prove something burning out, I can't do shit for weeks. Guess I prove nothing. Everybody wants my work for free. I know you have the money, things are looking different. I'm not putting up with you, not anymore. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, oprecht een goede middag, want het is 7:02. En ik had weer een slechte nacht, dus dan weet je het wel. Maar in ieder geval, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. We zijn woensdag aanbeland en het is de 15e van de 6e 2022. En ik zei de tijd al, 7:02. Ook ben ik boos, ja, op de Beatrix-apotheek. Daar ik eerst altijd mijn medicijnen liet bezorgen. Sinds ik de meisjes heb, gaat het iedere keer mis, want... Er wordt geen tijd bij gezegd wanneer ze komen. Het kan de hele dag wezen. We komen morgen bij u langs om de medicatie te brengen. Ja, morgen, dat is zo lang, hè? Zo lang begrip. Ik kan niet die meisjes de hele dag binnenhouden. Nee, ik heb geen zin om te dweilen en op te ruimen dat. Nee. Horen ze buiten te doen, zeker als ik het lopen ben. Maar in ieder geval... Had ik dat veranderd, dankzij Karin, daar ben ik Karin dankbaar voor, mijn Karin, mijn dochter, mijn liefhebbende dochter, waar ik heel veel van hou, dat ze ook een kluisje hebben en dat je het via het kluisje kan krijgen. En dan krijg je via je mobiel een sms'je binnen van dat nummer moet je indrukken en dan gaat die open. Maar tot dan, ja, dan kun je het houden wanneer je het zelf wil, al is het midden in de nacht. Maakt niet uit. Ga ik er gisteravond heen. Ik druk die code in. Deurtje gaat lopen, maar het kluisje gaat niet open. Ja, hallo, ik wil mijn medicatie. Waar blijft het? Niks. Dus ja, nou probeer ik ze te bereiken, maar het is druk, zeggen ze. Nou, ik ga er straks wel heen. Ik ga hier de meisjes uitlaten en dan pak ik de booster, ga ik erheen. En wat de dag ons verder gaat brengen, dat weet ik niet. Ik weet enkel dat we wel mooi weer hebben. En dat het 19 graden is. Wil je dat niet geloven? Nou, dan vraag wat aan Google. Hey Google, hoeveel graden is het buiten? De huidige temperatuur in Den Helder is 20 graden. Het is net een graadje meer geworden. Een half uur geleden vroeg ik ook, het was het 19. Ja, ik heb nog wel lange mouwen aan. Waarom? Ik moet mijn jas aan. En er zit nylonvoering in. En dat gaat zweet op blote armen. Maar ik hoef geen vest aan. Dus helemaal top. Ze zeggen, geniet van jullie dag. Geniet ook samen weer met ons mee. Doe wat je doen wilt. En heb gewoon dolle pret. Ja, gewoon dolle pret hebben. Ze zeggen, tot later. Zoals jullie zien staat mijn naaimachine nog op tafel. Ik heb het lichtje al wel... Nee, is ook nog aan. Die kan uit. En de stekker die kan er zo uit. En ik laat hem wel staan, want ik heb voor mezelf ook nog wat in petto. Dus... Maar oké, ik heb de Travemeri klaar. Die rits was stuk. Ja, deze niet. De andere rits die ik eruit moet tornen. En ik heb een metalen rits gekocht voor haar. En ja, voilà. Hij zit erin. En ik heb twee keer genaaid. Eerst de voorkant en later de binnenkant. Want dat is allemaal dubbel stof. Ik denk, ik doe het op deze manier. Dan zit het ook netter. Vol mijn gevoel, ja. Dus ja, ik ben er blij mee. Ik ga met weekend gaan. Ik een van de dagen, zaterdag of zondagmiddag, ik weet het niet, naar daartoe. En dan lever ik hem in. Er zat ook nog een paar andere dingen, maar dat is zo'n gepriegel om dat te gaan doen. Nou ja, dan kun je ze beter nieuwe kopen, want dat krijg ik echt niet voor elkaar met mijn artrose. Ja, dat zijn nieuw kantering zetten in BH gevallen, weet ik veel. Het zijn van die hele pakjes. Nou, ik heb sowieso, Ik laat dat niet zien, want dat is meer privé. Daar zijn mijn rozen. Daar ligt Elwing lekker te koesen. En Rijka die legt daar in de mand zit gek te doen. Ja, Rijka is een beetje gek doen. Hé, joh, echt waar. Dus, nou ja, ik zal jullie weer even omdraaien. Hé, meisje.
Ja, dat, ik ben daar klaar mee. Wat dat er gaat, ben ik ook blij mee. En ik zei al, de naaimachine laat ik staan, want ik heb nog meer in petto voor mezelf. Maar wanneer ik daar aan begin, weet ik 1, 2, 3 niet. Maar ik laat hem wel lekker staan. Lekker belangrijk. Ja, misschien dat ik hem wel aan de kant zet wanneer ik jarig ben, maar dat weet ik nog niet. Nee. Meestal komt het druppelend gewijs af en toe zo'n eentje. En ze kunnen over de hele week komen, want die kan niet op mijn verjaardag, die kan niet op mijn verjaardag, die kan weer wel, weet je. Nou, laat maar. Maar ik heb bovenaan de wasrek, ik heb het gewassen, een hele mooie paarse lapstof hangen. Ik ga die natuurlijk niet eerst strijken of wat dan ook, dan ben je een beetje vlotje getikt. Maar daar wil ik een mooie rok voor zien te maken, maar ik moet er nog even mee weg, want ik wil er wat bij kopen. Sowieso moet ik elastiek hebben voor mijn tooi, want ik wil geen rits of wat dan ook. Nee, vind ik niet nodig. Maar in ieder geval even elastiek af laten meten wat ik erin kan doen. En dan weet ik ook gelijk hoe strak die moet. En ik wil er nog een ander iets erbij hebben, want ik wil ook een gerimpelde baan erbij hebben, net zoals mijn nieuwe bloemetjesrok. Ik weet het nog niet, maar we gaan er wel voor. Dus wat in het vat zit, verzuurt niet en daar neem ik jullie wel in mee. Dus komt helemaal goed, ja, komt gewoon goed, gewoon genieten ervan. En ik zie wel wat ik, hoe en wat. Ja, ik heb ook nog ergens somewhere glitterstof leggen, dat is gewoon zilver. Maar dat vind ik zonde om dat er tussendoor te bewerken. Ja, dat vind ik een beetje zonde. Daar ga ik iets anders van maken, maar wat weet ik nog niet. En anders ga ik eerst even naar de PAF-winkel. Dat is een naaimachinewinkel en die verkoopt ook stoffen, bla bla bla. En dan ga ik eventjes, neem ik die paars mee. En dan daar even op die sneup. Ja, yeah. Komt helemaal goed. Nou, ben jij een gekke doer? Oh ja? Oh, en toen? En toen? Oh ja? Oh. Oh, is het echt waar, meisje? Och ja? Ja, maar het zonnetje schijnt hoor. Het gaat echt niet regenen. Nee. Het gaat echt niet regenen hoor. Oh ja, meisje. Nou toch. Zoveel te bepraten met vrouwtje, hè? Ja. Wat verdik je? Oh, godje. Oh, godje. Oh, ja. Oh. Die vindt het niet leuk dat je zo tekeer gaat. Hé, Elwin? Nee, die vindt het niet leuk. Nou. Nou, kom maar. Rustig maar. Ik wist niet dat je kwaad bent. Nee. Ja, dat je een circushondje was, wist ik ook al. Ja. Ja, dat wist ik wel. Ja. Oh, gosje toch, hè. Oh, gosje toch, hè. Ja. Nou, rustig maar. Ja, je bent lief. Dus ja, ik ga lekker even nou met de dames lopen. Want het is 6:30 geweest. En dat wil zeggen dat we er vandoor gaan. En, want ik wil ook weer voor de buis. En ik moet nog een vlog in elkaar zien te zetten. Dus het komt helemaal goed. Ik zou zeggen, gewoon vol goede moed houden. En dan we zien het wel. Ik zou zeggen, tot later. Een hele goede nacht, ochtend. Ik weet niet wat ik zeggen moet. Maar in ieder geval, ja. Ik was al bijtijds vroeg in de avond bezig met Editha. Hij is nu nog steeds bezig. Ja, en ik moet hem nog naar YouTube brengen. Ja. En het is al in de ochtend, moet ik zeggen, de hoeveelste, de 16e alweer. Maar ik zeg nog geen goedemorgen, nee, want ik wil nog naar bed toe. Het is wel inmiddels 2:57, dus bijna 3 uur in de nacht. Ja, en ik moet nog wachten, volgens de geleerden, via het programma,
31 minuten 47. Ja, dat is eventjes iets meer dan een half uur. Volgens de geleerden dan, hè. Maar deze dame gaat er wel uitkleden en schoonmaken, etc. Want ik ben net zat. Ja. En dan kom ik na die tijd nog maar weer even beneden. En dan zal ik hem even naar jou te brengen. En laat ik hem vannacht mooi werken. Ja. En daar ligt er een. We zijn al uit geweest in die tussentijd. En daar ligt er weer een onder de stoel, zo gewoonlijk. Waarom zij altijd onder die stoel moet duiken, weet ik niet. Het is mij een raadsel, maar het zal. Dus ja, ik ga me eigenlijk lekker uitkleden, pyjamaatje aan. En mijn make-up eraf halen, et cetera. En nee, dat haar gaat toch weer door de war als je bed legt. Dus het gaat geen kant door. Nee. Dus ja, dat dus. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ook van je nachtrust. Slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard gezond weer uit je bed zien te komen. Graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei.